Wat een heerlijke dag. Heerlijk weer, een heerlijke auto, heerlijke mensen op straat. In één woord, geweldig. Als die boomleeuwerik nou daar komt zitten en je hebt de koptelefoon op, dan heb je het gevoel zo dicht bij de natuur te zijn, zo dicht kom je nooit bij. Oh, wat was zo'n tocht gevaarlijk. Achter iedere heuvel of boomstam konden de rovers tevoorschijn komen. Toen Max er nu was, hoe deden jullie dat toen dan? Meer problemen met politie en met bekeuringen. Ja. Met, ja. Weet wel, sinds hij er is, gaat het beter. Ja, veel beter. Veel beter. Had ik al gezegd hoe lekker het is? Ik ga van deze dag optimaal genieten. Ik verheug me erop. Sorry. Niets aan de hand hoor. Hans van Brakel is gewoon professioneel slachtoffer. Hij is Lotus-instructeur. Wat staat voor landelijke opleiding tot het uitbeelden van slachtoffers. Hij speelt dat hij ernstig gewond is om hulpverleners op te leiden. In dit trainingscentrum in Ede valt Hans regelmatig zonder waarschuwing een les binnen. Ook vandaag staat er weer een verschrikkelijk ongeluk te gebeuren. Nou ben je weer het basismodel, zeg maar. Helemaal schoon. En nu ga je iets anders doen, hè? Want daar ga je mee oefenen. Ja, we hebben heel veel, ik speel heel veel typetjes. Ja. Dus eentje vind ik wel heel erg leuk. Wat is dan jouw type? Ik kom binnen als Turks slager. Oh ja, kijk. En wat is er mis met die Turkse slager? Over alles. Hij spreekt heel slecht Nederlands. En hij is in de slachterij hiernaast bezig. En hij wil dat schaap slachten. En dat schaap doet gewoon die kop omhoog. Hij schrikt zich kapot. En dus hij snijdt zich in de arm. Dus we gaan nu die wond opzetten. Nu ga jij daar een wond maken. En dan gaan we zo meteen daarmee de klas in. Zitten te wachten al? Ja, die krijgen nu gewoon les, hè, de hele dag. En af en toe valt er dan een Lotus binnen. Dus. Hoe is Lotus in jouw leven gekomen, Hans? Toen zat ik bij een sportvereniging. Toen was ik een jaar of 16 of zo. Toen werden we een paar keer gevraagd. Als kind zijnde. En dan lagen we in een bank en dan was daar een explosie geweest. En dan maakten ze allemaal wondjes bij. Dus ik vond het vroeger al heel erg interessant. Maar ja, je kiest gewoon een andere richting met je leven. Maar tot een paar jaar geleden, toen kwam er een advertentie van dat er dus Lotussen gevraagd werden. Aha. Maar had je geen werk toen op dat moment? Nou, ik heb 17 jaar een restaurant gehad. En daar had ik niet zoveel zin meer in. Dat was de lol af. Ja, op een gegeven moment 12 uur per dag werken. In het begin 7 dagen in de week, toen 6 dagen. En ja, op een gegeven moment gaat de lol dan wel af, ja. Wat ben je nu aan het maken trouwens? Ja, dit wordt zo meteen die slagaderlijke bloeding. Dit is een ader? Nee, dit is het litteken. Ach, maar dan moet zo die cape in en bloed in en dan... Maar dat is nu een beetje jouw levensinvulling geworden, toch? Ja, ja. Ja, wat is er nou zo bevredigend aan om iedere keer een slachtoffer te spelen? Ja, het is elke dag anders. En we zitten ook overal, we komen door het hele land heen. Het is niet alleen maar hier, het is ook heel veel op locatie. Ja. En bij ontruimingen en zo, die niet aangekondigd zijn. Dus het personeel weet helemaal nergens van. Dus dat is hartstikke leuk om te doen. En dan lig jij daar ineens, want dan kom je gulpend van het blok binnen. Daar moet iets onder zitten, denk ik, dat jij mensen wil shockeren. Of dat je horrorfilmacteur had willen zijn, of... Wat is het in jouw leven? Je wil zoveel zijn in je leven en zoveel worden. Maar ja, het gebeurt vaak niet. En nu kreeg ik deze kans. Want ze zeiden vroeger op school tegen mij... van jij moet naar de toneelacademie. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk niet. Waarom heb je dat niet gedaan? Ja, dat weet ik ook niet. En nu kreeg ik deze kans op mijn 48ste. Dus toen heb ik hem gegrepen. En ik vind het elke dag nog steeds hartstikke leuk. En nu ben je al 3 jaar slachtoffer? Nu ben ik 3 jaar slachtoffer, ja. Nee, gadverdamme Hans, wat is dit? Nee, dat valt nog best mee. Het wordt nog erger? Ja, nog veel erger. Ah, pas je op je witte broek? Ja. Let op.
Even een beetje aan de zijkant. Laten we hem even lopen. Je weet gewoon dat het nep is en toch nog is, het is toch nog smerig. Ja. Kijk nou. En is dat in het echt ook met zulke dikke stralen? Ligt eraan. Als die echt goed geraakt is, dan komt het te gutsend uit. Ja, er zijn er natuurlijk heel veel. Wat moet je allemaal kunnen maken? Ja, alles. Je moet je shocktoestanden, amputatiestanden, heel veel dingen, maar echt wondjes en zo. Maar je moet ook van alles uit kunnen beelden. En het moet natuurlijk wel een beetje bij de waarheid in de buurt komen. Je kan niet vrolijk gaan lopen ronddansen als jij in shocktoestand bent. Ook ik kom er niet ongeschonden vanaf. Mijn vinger is er door het schaap vanaf gebeten. Mijn pianocarrière is zojuist beëindigd. Je moet dus zo meteen, dus moet je niet gaan lopen schreeuwen van de pijn en zo, hè? Want die vinger is er net af, dus ja, je voelt helemaal niks. Oh, dat is echt zo? Dat duurt echt een hele tijd. Oké, okay, hier moeten we zo naar binnen. Zit je al helemaal in je Turkse rol? Ja, jij ook? Ja, ik voel helemaal niks. Rustig, serieus. Niet schreeuwen, je hebt geen pijn. Diep ademhalen. Je praat nog niet Turks? Nee, maar gaat nu wel gebeuren. Oh. Ja? Ja, oké. Okay. Veel succes. Hallo? Bali, mevrouw, zeg hier, mens, maar ik kan helpen. Ik heb vandaag niet goed gedaan. Ik gesneden okay, arm. Oké. Ik kan wel helpen. Leg maar even die mes daar neer. Mes weg. Ja, mes weg. Ik 10 jaar schaapslacht, nooit probleem gehad. Wat is gebeurd? Vandaag niet goed gedaan. Niet goed gedaan. Ik denk schaap dood, schaap niet dood. Schaap kop omhoog en lachen. Okay. Schaap mij uitlachen. Ik kan wel tegen bloed? Ik kan goed tegen bloed. Tegen bloed, oké. Ik is even vasthouden. Moet. Ruud, ja. Zou jij even de verbanden kunnen pakken? Ja. Nee, help. Die meneer, die schaap met die meneer de vinger afgebeten. Nou, het is meer mijn wijsvinger, maar het is heel gek. Je voelt er helemaal niks van. Arm naar beneden houden als je wil. Zo. Dat is maar net hoe ze het. Wat is er gebeurd, meneer? Hij schoot, dat schaap gaf hem een klap, toen ging het mes in hem. En toen, oh nee, ik voel niks. Dat is druk. Wat druk op. Oh, dat lijkt me een goed idee. Ja. Kan dat er nog weer aan? Ja, tuurlijk. Oh, dat vind ik wel fijn. Ja, specialist. Hou je maar vast. Ik vind het er niet uitzien. Moet u ook gewoon niet kijken, meneer. Heb ik nog een kans, zuster? Ja, hoor, heeft zeker nog een kans. Het feit dat hij er zit, wil zeggen dat jullie toch iets goed doen. Ach, kijk nou. Ja. Nee, ik vind het echt indrukwekkend dat jullie zo goed kunnen samenwerken. Ik ga er even een driekante doek aanleggen, zodat jouw arm rust krijgt. Dat is goed. Hoe gaat het hier, Hans? Ja, ik ga fantastisch, ja. Ja? Hoe doen ze het? Heel goed. Echt? Ja. Je krijgt een Mitella, zie ik. De bloeding is gestopt. Een driekante doek noemen ze. Ietsjes mee omhoog veren. Waarom is dit nou zo belangrijk dat ze dit oefenen? Nou, dat zie je, hè. Dit is spelende wijze. Dus dat gaat 10 keer sneller het hoofd in dan ze een droge stof in een boekje zitten te leren. Hoe belangrijk is het voor jou? Ja, ik kan hier niet meer buiten, joh. Het is zo geweldig, dit. Dat is als een zweer bij jou. Ja, dit is. Ik kan me geen leven nu indenken zonder dit werk. Ik kan me geen leven voorstellen met dat werk. Dit is gewoon geweldig. Ja. Jij hebt het nu zelf even meegemaakt. Ja, het is zo bizar, echt. Zo leuk om te doen en elke dag andere dingen. En natuurlijk zijn er altijd hele serieuze dingen. Dan kun je niet vrolijke Turk uithangen. Nee. Als je een hartinfarct krijgt, dan ben je niet vrolijk. Maar het is gewoon leuk om te doen. En net ook heel nuttig, want je weet dat mensen er heel veel profijt van hebben. Ja. Dus je bent wel stiekem indirect levens aan het redden. Ja. Hessenwegen. Hier overheen reden de huifkarren en de postkoets. Maar oh, wat was zo'n tocht gevaarlijk. Achter iedere heuvel of boomstam konden de rovers tevoorschijn komen. Zodra ik in mijn kleding ben, dan ben ik Jotte de vertelster. Dan ben ik ook in de wereld van vroeger. Op een koude wintermiddag rijdt hier de postkoets.
Als passagiers een oudere heer en een jonge dame. Ik heb mijn geld in mijn schoen verstopt. Is dat wel veilig? Ach, meisje, we zullen wel zien. Joke Hooghout-Klein uit Nunspeet is verhalenverteller. Ze vertelt mythen en zagen. En dat doet ze in haar eigen theater aan huis. Dit is het verteltheatertje Het Hullerend. Hier vertel ik de oude verhalen van de Veluwe. En niet alleen vertellen, ik schilder er ook over. Al deze schilderijen hebben te maken met de vertellingen. Schilderend vertellen en vertellend schilderen. Dikwijls in de stille uren door het Veluws land gegaan, zie ik beelden uit het verleden, klanken, stemmen zweven aan. Het heerlijke aan verhalen vertellen is dat je, als je aan het vertellen bent, de sprankelende ogen van de mensen ziet, de glimlach die op hun gezicht komt. Het is heerlijk om te vertellen van dat simpele leven van vroeger. En dan worden de deuren van de postkoets opengedaan. De rovers! Eruit! Waar is jullie geld? De oude heer roept. Willen jullie geld? Dan moet je in de schoen zijn van het meisje. De verhalen van vroeger zijn zo mooi omdat er zo heel veel levenswijsheid in zit. Wie goed doet, goed ontmoet. Dit zijn afgekeurde rolgordijnen van een fabriek hier in de buurt. En daar mag ik op schilderen. En op deze manier kan ik verschillende voorstellingen maken. Kijk, daar hebben we weer een nieuwe voorstelling. Als klein meisje houdt Joke al van het toneel. Maar naar de toneelschool mag ze niet van haar ouders. Met haar eigen verteltheater is nu een droom uitgekomen. Nu vallen toch de puzzelstukjes op hun plaats. Want ik sta op het toneel en heel stiekem kijk ik soms wel eens naar boven. En dan zeg ik heel zachtjes, mam, zie je me? Ik sta toch op het toneel. Jij lelijke lafaard, mijn geld is weg. Stil maar, meisje. Ik heb een grote som geld die jij hebt gered. Jij krijgt nu geen 100 gulden terug, maar 300 gulden. En zo ziet u maar dat wie goed doet, goed ontmoet. WWW Rust. Oh, dat spreekt me wel aan. Even kijken wat er zo rustig is. Oh, het is helemaal niet zo rustig hier. Wordt keihard gewerkt. Hallo. Hoi, wat zijn jullie aan het doen? We zijn de tuin aan het namaken. Welke tuin? Ja, de groentetuin. En waar hoort die tuin bij? Die hoort hierbij, bij de dagbesteding. Oh, wat... Goede aarde. Wat leuk zeg. Ja. Het is nu weer een beetje voorjaar aan het worden. Dus dan, ja, mooi weer, hè? Lekker naar buiten. Hallo. Hoi. Hoi, wie ben jij? David. Ah, David, ik ben Harm. Hoi. Hoi. Wat vind jij nou het lekkerst? Ik ben hier niet dom op. Allemaal niet? Spinazie wel. Oh, gelukkig. Wat ben jij aan het doen? Kruid. Anna. Aan het wieden, ja. Anna. Dat heb je al heel veel gedaan, kijk. Heel netjes. Emme. Jij weet precies wat onkruid is. Dit. Ja, van wie heb je dat geleerd? Van mij. Van mezelf. Geweldig, man. Dankjewel, jongens. Hè. Okay. Kan ik hier over het paadje zo? Ja. Als dan loop ik weer op de ingezuide spullen. Zo. Dag.
hangt zijn microfoon in een boom, rolt zijn verlengsnoer uit en gaat tientallen meters verderop zitten opnemen. Henk Meeuwissen vangt natuurgeluiden. Niet alleen het gezang van één vogel, het gaat hem om het hele verhaal die geluiden in de natuur vertellen. Ik kom van een boerderij. En dus eigenlijk zit het al met de paplepel ingegoten. Maar ik ben op mijn 16e leerde ik voor het eerst een koolmees en pimpelmees onderscheiden. En toen ben ik zelf ook vroeg op gaan staan. En toen hoorde ik een keer een zanglijster zingen in het bos. Nou, toen was ik verkocht. Dus toen ben ik eigenlijk veel meer met die geluiden bezig gegaan. En later, een jaar of 11 geleden, ben ik begonnen met opnemen. Maar ik vind het gewoon ontzettend mooi. Ja. Het is de schoonheid van de... Van de zang en als die boomleeuwerik nou daar komt zitten en je hebt de koptelefoon op, dan heb je het gevoel zo dicht bij de natuur te zijn. Zo dicht kom je nooit bij, want die afstand tussen die microfoon en die boomleeuwerik, dat accepteert hij niet als ik daar zou staan. Dus dan zingt hij echt stiekem voor jou, via het verlengsnoer. Nou, dat gevoel heb ik. Ja, dat is het gevoel. En het mooiste is als het lukt om een soort verhaal erin te krijgen. Soms gebeuren er dingen die een begin hebben en een eind. Dat vind ik het mooiste. Waar hangt nou je microfoon? In een van die dennen. Dat is echt heel ver. Nou, wil ik niet zeuren hoor, maar de ene keer dat hij overvloog, was het wel bij deze boom. Dat is een beetje de gok. Als je ergens bent, je beest hebt meerdere zangposten. Die den heeft als voordeel dat je de microfoon een beetje kunt stoppen onder de naalden. Oh ja. En ja, als dat dan niet lukt, ik doe het niet zo vaak hoor. Verkassen, want dan zul je net zien dat als je dan verkast bent, dat hij dan... Ik denk dat we het moeten doen bij deze twee gewoon. Ja. Beginnersgeluk. Het zal het zijn. Het bestaat, ja. Het bestaat. Let's do it. Wel vrij onhandig terrein voor een verlengsnoer. Ja, dit is heel onhandig terrein voor een verlengsnoer. Maar dat is toch de sport om zo te lopen. Dat hij straks... In één keer kan draaien. In één keer op kan rollen. Ja. Kijk. Oh, kijk. Kijk. Wat? Hij zit nu daar te zingen. Ja. Nu zit hij in dat boompje bovenin. God, dat zie je van hier af. Ja, dat zie je toch? Dat is een verdikkingje. Ja. Hier komt hij. Ja. Oh, die zijn helemaal blij dat het mooi weer is. Het is zo mooi. Zo zang. Dit moet eruit nu. Ja. Best. Nou heb jij heel veel vogels al opgenomen. Mm-hmm. Wat heeft dat nou voor nut voor het nageslacht? Nou, ik krijg wel... Fantastische verhalen terug van mensen die daar echt iets aan beleven. En wat dan bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, nou, het eerste wat me te binnen schiet is een... Ik kreeg een keer een mailtje van een vrouw die vertelde dat haar gehandicapte zoon... die ging vaak met haar man de natuur in. Ja. Die man was overleden. Die jongen had 2 jaar had hij in een dip gezeten. Niet meer lachen, niks. Op een gegeven moment, en hij kon zelf dus... De apparatuur bedienen. Ja. Op een gegeven moment komt... Oh, dit hoeft er niet in. Zij komt thuis, zit hij met een glimlach op zijn gezicht... te luisteren naar mijn cd. Puur de vogelgeluiden? Gewoon alleen door die vogelgeluiden. De herinnering aan zijn vader waarschijnlijk. Nou, daar krijg ik al kippenvel. Hoe lang heb jij nou wel eens op een afstandje zitten wachten... tot die vogel eindelijk in die boom gaat zitten? Nou, uren. En als je daar zit te zingen... Ik heb ook wel eens bij een zingende zanglijster gezeten. Maar die bleef uren zingen, ja, dan blijf ik uren opnemen. Dan denk ik niet van, ik heb nu 10 minuten is genoeg. Nee, dan blijf ik opnemen zolang als die zanglijster zingt. Maar jij zit wel de godganse tijd in je eentje midden op de hei. Heerlijk. Dat is nou juist het mooie. Dat is echt geweldig. Ja, wat is dat in jou? Dan ben je dat je in je eentje het gelukkigst bent? Ja. Nee, dat weet ik niet. Ik denk niet dat ik in mijn eentje het gelukkigst ben, maar dit is wel een paradijselijke situatie voor mij. Hey, die geelgos gaat zitten zingen terwijl wij eronder staan te kletten. Dat hoor jij meteen, dat het een geelgos is. Ja,
Kijk, nu moeten we toch snel de Ja, we moeten snel gaan zitten. Hou maar op over die boerderij. We hebben nu twee zangposten te pakken. Ja. Voor die boomleeuwerik en voor die geelgors. Ja. Ja, dat moet goed gaan. Ja. Maar moet je kijken wat voor afstand dat wordt. Dan, dan verstoor je dus helemaal niks. Dat is een mooi we zitten nu ondertussen in Brabant, maar we zitten lekker ver weg. Dus dat is goed. Zo. Vind je geen mooie zang? Prachtig. Is het echt. Het is heel mooi. Het is echt. Het is zo'n mooi geluid. Normaal is het paradijs ben je met z'n tweeën, maar ik ben alleen in het paradijs. Dit is Jip en doet de productie. Dit is Bastiaan en hij doet geluid. Dit is Eline en zij presenteert. En dit is Daan en hij is de reporter. Dit is Giem. Hij doet de camera, de regie en de productie. En hij doet eigenlijk alles. 2, 3, 2. Welkom bij WOW. Vandaag zijn we in Dutschum voor de leukste stad van Nederland en gaat Daan weer de straat op. WOW is het televisieprogramma van de 14-jarige Giem uit Didam. Zijn programma wordt op internet uitgezonden. Giem is de directeur van Giem Producties, zijn eigen televisiebedrijf. Eigenlijk is Giem een kleine John de Mol, want nu al werken er heel veel vrienden voor zijn bedrijf. Tegenwoordig hebben we een crew van ongeveer 8-9 mensen die allemaal een eigen taak hebben. Dus het is aardig uitgebouwd. Want ik kan Bas weten aan die kant staan. Je tekst al een beetje. Ik heb hier een draaiboek, die heeft Giem gemaakt. Hier staat in wat we gaan doen, hoe we moeten lopen en welke plekken we gaan staan. Ook staat achterin alle tekst van iedereen. En dan kunnen we voorbereiden wat we gaan doen. Lees je tekst al? Ja. Welkom bij de leukste stad van Nederland. Vandaag zijn we in Doetinchem. Nou, we filmen meestal om het weekend, een dag of twee dagen. En dan door de week veel bewerken en op internet zetten en een beetje de reclame voor maken en zo. Ja, een paar uur per week besteed er wel aan. Doetinchem is de op 5 na grootste stad van Gelderland. Het ligt aan de Oude IJssel en het werd ook wel de hoofdstad van de achtergrond. Nee, overnieuw. Sorry, nee, nog één keer. En overnieuw. Ja, hij is wel baas, zeg maar ook makkelijk, dus... Niet heel streng, maar wel dat je het goed moet doen. Soms moet hij moet zich wel een beetje aanmoedigen dat je gaat doen wat je moet doen. Daan? Ja? Nog één keertje dat het iets minder ver doorloopt. Ik ben niet heel streng, maar ze moet wel goed luisteren. Mag ik even het kaartje zien? Als je hier daar rechts gaat, dan komen we bij de kerk volgens mij. We gaan hier naar het centrum. Daar heb je de grote kerk en terrasjes en veel mensen. Dus er zijn veel mensen die we kunnen interviewen. Hallo, wat vinden jullie van Doetinchem? Dat heeft gedaan. Heel slecht. Slecht? Wat vindt u er slecht aan? Alles. Alles. Onder je vragen hier allemaal mensen op straat wat ze van Doetinchem vinden. Dat is ook belangrijk bij zo'n filmpje. Dus je kan wel Doetinchem heel mooi filmen, maar als de mensen het zelf niet leuk vinden... Hallo mevrouw, wat vindt u van Doetinchem? Ja, ik vind het leuk omdat je... ook gewoon creatief kan zijn en alles kan doen wat je zelf wilt. En mensen vinden het leuk om naar te kijken, blijkbaar. Naar een aflevering van WOW kijken wel 1000 tot 1500 mensen. Giem is heel nauwkeurig tijdens de opnames. Dat ze een beetje duidelijk praten en ook niet te langzaam of te veel pauzes tussendoor. Ja, dat is wel belangrijk om op te letten. Je mag wel iets meer uit beeld, Bastiaan. Ja, ik wilde wel graag meer verder als later als beroep. Dat regisseur of cameraman of iets in die richting wordt.
Dit was Wauw voor Gelderse Koppen. Bedankt voor het kijken en tot gauw. Ja, zet er goed op. Rommel Kerkhof. Goeiedag. Is dit echt een officiële Brommer Kerkhof? Ja, geloof het wel. Ja, hoi, hoor jij erbij? Nee, nee. Wij komen verwachten op die openis. Ik zoek een uitlaat en een nieuwe achterband. Je bent echt een brommerklusser? Ah, een beetje misschien. Ja, dat weet jij het beste. Dus ja, ik moet mijn eigen brommer maken, hè? Dus ik heb wat onderdelen nodig. Je hebt arme ouders. Nee, zeker niet. Maar ja, een stukje goedkoper. Zelffinanciering, dus... Eigenlijk leuker, toch? Ja, zeker. Wat ben je aan het maken dan? Ja, ik heb mijn eigen Peugeot Zenit. Daar moeten eigenlijk gewoon nieuwe onderdelen voor op. Gewoon versleten? Ja. Te hard van stoepjes afgerost? Zeker, ja. Kijk. Ben jij een racemonster? Beetje, ja. Dat is bij jou wel eens bijna fout gegaan? Ja, hoor. Ja, ik heb onderuit gegaan, glad weer natuurlijk. De auto ook een keer aangereden. Ja, kan allemaal gebeuren. En je blijft het maar gewoon doen? Ik blijf het maar gewoon doen, ja. Het is makkelijk vervoer. Ja. Zeker. Ja. Rij je nou wat rustiger nu je 20 bent? Ja, zeker. Ik snap het iets beter. Ja, die snelheid eigenlijk niet meer nodig. Lekker gemak, rustig aan doen. Ja. Gewoon relaxed, lekker rijden. Ja, precies. Lekker genieten van het weer. Iemand van 20 dat nou zegt. Vind je nou zo fijn? Hoef ik het niet te doen. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Fijne dag, Nas. Aan de kant, want ik ga echt weg spuiten. Ook daar hebben we de hele kerkhof van, ook dat het auto is. She walks in and says, come on, it's heaven. She brings out the worst you can be. That's a good day for a bad heaven. Als je in Ede veel op straat bent omdat je dakloos bent of verslaafd of allebei, dan is er één iemand die naar je toe komt. En dat is Pastor Max. Nu lacht het leven hem toe. Maar 20 jaar geleden zag het leven van Max Paans er nog heel anders uit. Door zijn drugsverslaving had hij geen contact meer met zijn familie. Hij woonde op straat. Een plastic tas was alles dat hij bezat. Hoe lang heb je op straat gewoond? Bij elkaar denk ik, een jaartje of vier. Zo. En waar was je allemaal aan verslaafd? Heroïne, cocaïne, dat was al het hoofdbestanddeel. Ja, de hoofdmaaltijd. En dan? Ja, en dan, vooral de heroïne. Dat was wel het meest wat echt een binnensprong, zeg maar. Ja, ja, dat was echt lekker. Ja, ja, nou, lekker. Dat is wat ik deed in ieder geval. Mm-hmm. Ja. Hoe kom je op het punt dat je zegt, heroïne, dat is wel iets wat bij mijn leven past? Nou, dat is wel vooral uit de tijd dat ik terugkom uit Libanon vandaan. Ik heb ook een half jaar in Libanon gezeten. Oh. Bij de Verenigde Naties, zeg maar. Dat kan een hoop verkeerd doen, hoor. En daar zijn toch wel wat wissels omgetrokken bij mij. Maar toen zat ik al een beetje in de scene, zeg maar. Weet je. Het was er niet zo echt dat ik er heel duidelijk in zat. Maar toen ik terugkwam uit Libanon, ja, dan was de wereld wel heel anders geworden voor mij. Goh. En hoe diep ben je gezonken? Wat was je dieptepunt? De laatste keer dat ik ging afkicken, toen woog ik gewoon echt 47,5 kilo. Ik, ik had, dat is een derde van dit, denk ja, ik. Ja, mijn vrouw zat er trots op zijn. Nou, zeg maar. Maar, ik kan er een vakantiehuisje van kleien. Ja. Ik had geen tanden meer in mijn mond staan. Weet je, ik zag er slechte uit. Gewoon, weet je, een hele ingevallen mond. En, dat is wel je dieptepunt. Maar dat is vooral terugkijken. Ja. Ja. Max zakt steeds dieper in de ellende. Een poging tot doodslag zorgt ervoor dat hij in de gevangenis belandt. Daar geeft zijn moeder hem een Bijbel. Max heeft het geloof in God allang verloren en raakt het boek niet aan. Pas jaren later, als hij in de zoveelste kliniek van zijn verslaving probeert af te komen, slaat hij hem open. De Heer heb ik lief. Hij hoort mijn stem, mij smeken. Hij luistert naar mij. Ik roep hem aan, mijn leven lang. Banden van de dood omknelden mij. Angsten van het dodenrijk grepen mij aan. Ik voelde angst en pijn. En toen riep ik de naam van de Heer. Heer, red toch mijn leven. Ik had er gewoon doorheen te bladeren. En ik begon bij Psalm 1, denk je wel, en zo door te bladeren. En toen kwam ik op een gegeven moment bij Psalm 116 aan.
En toen had ik echt zoiets van, wauw, dat is even bijzonder. Lijkt wel dat hij speciaal voor mij geschreven is. Wat er dan ook staat, weet je, die banden van de dood, die hadden mij omklemd. Nou, dat voelde ik echt wel. Ja. Ik had ook afscheid genomen van mijn familie, van joh, ik kom niet meer terug en zo. Dus nee, en ja, deze psalm, ja, die raakte me gewoon echt heel diep gewoon. En nu? Hoe groot is de rol in je leven nu? Ja, het is voor mij, het is gewoon alles gewoon klaar. Ja. God by the light, door het geloof lukt het Max deze keer wel om af te kicken. Max is nu 19 jaar clean. Dat is gewoon altijd goed. Hey, joh. Hey, Max. Ja, dan gaan we gewoon lekker zitten. Ja, ja, dat is sowieso. Wat een galm. Dat vind ik niks. Dat vind ik niet onwaardig. Het is gewoon een topkerel. En hij heeft problemen. En, dan kan je bij hem terecht. Ja, ik kan bij hem terecht. En je kan hier bij hem komen of hij zoekt jou op en hij regelt voor je en hij helpt je steun. En voor Max, hij gaat mee. En toen Max er niet was. Voor mij is dat een hele grote steun in de rug, weet je wel. Ja. Dat snap ik. Ja. Toen Max er niet was, hoe deden jullie dat toen dan? Meer problemen met politie en met bekeuringen. Ja. Met, weet je wel, sinds hij er is, gaat het beter? Ja, veel beter. Veel beter. Ja, eigenlijk is hij er een van ons. Ja, toch ook weer niet, toch? Ja, en eigenlijk ook weer niet. Ja, je bent een stapje verder. En dan ken je ongetwijfeld het verhaal van Max. Dat via een afkeerkliniek in aanraking kwam met het evangelie wat hij van huis uit al kende. Ja, zover ben ik nog niet, hoor. Maar wat vind je daarvan? Ja, dat moet ieder voor zich weten. Ik bedoel, zover ben ik nog niet. Maar heb je daar wat aan? Want hij zegt, vroeger was het Max alleen en nu is het Max en Jezus. Ja. Ik zit hier nooit met een bijbeltje of zo. Hè. Ik ben gewoon Max, nee, weet je, waar ik net in de kerk zei. Hij drinkt ook geen geloof op? Nee. Nou, er zijn er wel bij die ook wel eens naar me toe komen van, wil je bij me bidden of zo? Weet je. Nou, dan doe je dat. Ja, maar dat is een hele concrete vraag natuurlijk. Nou, toen ik naar het ziekenhuis moest, zei hij ook tegen, van, nou, ik zal van je bidden. Ik zeg, dat vind ik eigenlijk wel fijn. Ja, dat heb ik dus wel, ja. Het is niet dat ik er helemaal afwijzend tegenover sta of zo. Maar, heeft het geholpen? Het is goed. Ja, het is goed gekomen. Dat is toch wel fijn, laat ik het zo zeggen. Ze hoeven voor mij niet allemaal rennend naar de kerk te gaan of zo. Wat ik het belangrijkste vind is dat ze gewoon dat wijzen als maatschappij. Want dat is mijn doel echt vooral. Dat we als Ede stad, zeg maar, zoals we hier zitten, dat we niet zien als het mooie woord junk, nee, dat het gewoon volledige mensen zijn die gewoon die toevallig de verkeerde afslag hebben genomen, weet je. Ja, we zitten hier heerlijk in de avondzon en dan voelt het heel gezellig eigenlijk, knus bijna. Ja. Maar jij weet ook wat de ruwe achterkant is, de rauwe achterkant. Maar ze hadden ze altijd schoon. Heb je nou voor ons, voor iedereen die kijkt en voor iedereen die op de stoep een soort stichtelijk slotwoord? Dat hoort er wel bij, vind ik. Ja, ja. Nee. Iets moois van, gaat heen en Die past hier niet zo. Maar iets anders dat je zegt, nou... Ja, het zou een beetje beladen worden. Als ik het zou doen, dan wordt het een kunstje, weet je. Dat doe ik nooit. Nee. Dan moet je het niet doen. Als ik gewoon ga, dan zeg ik altijd gewoon dit. Hé, Jaap. Zie je? Morgen. Altijd. Hé, hey, groetjes. Max? Nou, hé, hey, groetjes. Tot morgen. Yo. Ja, zie je. Precies, man. Ja. Ja. Hoi. En weet je, Max? En dat is mijn stichting. Het voelt nu al kaal als jij er niet meer bent. Dus ik kom snel terug. Nou, zo, juist beter. Het is beter, zo. Ja. En hoog vanuit de hemel keek God op de aarde. Op Europa. Op Nederland. Op Gelderland. Op Ede. En hij zag dat het goed was. Ik vind hem.